De ambassadeur van de Republiek Cuba, Fakri Rodriguez Piñel, heeft op donderdag 15 februari een kennismakingsbezoek gebracht aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B. Tijdens het bezoek is de bilaterale relatie tussen Suriname en Cuba besproken, evenals de ontwikkelingen in beide landen. Cuba biedt dit jaar 17 studiebeurzen aan voor Surinaamse studenten. De vaste parlementaire commissie voor economische zaken, ondernemerschap en technologische innovatie heeft op 15 februari een vergadering gehouden in de Nationale Assemblée van Suriname om verschillende internationale handelsovereenkomsten te bespreken die door het parlement moeten worden goedgekeurd. Deze overeenkomsten omvatten onder andere het CARIFORUM Europese Unie Economic Partnership Agreement, het CARIFORUM United Kingdom Economic Partnership Agreement, het World Trade Organization Free Trade Agreement en het Costa Rica Free Trade Agreement. Besloten is om belanghebbenden uit het bedrijfsleven en vakministeries te raadplegen voor hun feedback over deze overeenkomsten. Het EBS-team zal de Wakai-pompen blijven onderhouden volgens Armand Bipat. Minister Seudin en landbouwdirecteur Kalu bespraken met het EBS-team en vertegenwoordigers van waterschappen en coöperaties de voortgang van het Wakai-pompgemaal. Er wordt aangedrongen op het invullen van het bestuur van het MCP-waterschap. Volgens een staatsbesluit uit 2007, terwijl coöperatievoorzitters het belang van goed onderhoud benadrukten voor de rijstproductie.